Hetzelfde idee. We hebben ook geleerd, hè, met snelheid en zo. Hè. Dat is toch wel erg mooi, hoor. Dus voelen, tak. Kijk, 1, 2, 3, 1, 2, altijd tellen. 1, 2, 3 en dan ga je weg. Kijk, gewoon een te dikke. Je ziet ook meteen dat je een te dikke rood had. Want je weet dat die hier moet komen, rood en zo, dat soort dingen. Nou. Dus voelen. Rechtseffect. Dikte, tak, 1, 2, 3. Kom maar rustig omhoog. Kijk eens. Ja, ik zeg niks meer hoor, straks hoor. Hey. Ja, dit is een hele moeilijke bal, hè. Ja, maar hoe je hem nu stoot, hè. Ja. Ja, maar dat komt alleen maar omdat we hameren op dat tak. Zacht en zachter. Tik, tak en tok. En daar ga je heel veel plezier van krijgen. 1, 2, 3. Altijd doen. Ja, blijf maar tellen. Heel goed. Hoeft niet raken. Hoeft helemaal niet raken. Tellen. 1, 2. Ja, betellen. Gewoon rustig tellen. Ja, dit gaat goed. Kijk, dit is gewoon een lekkere bal. En nuchter spelen. Probeer je tikkie te zoeken. Laat ik het zomaar zeggen, Nico. Hoger staan. Gewoon je dikte. En probeer het tikkie te zoeken naar de gele bal. Kijk, als je dun bent, dan voel je het, hè, wat je moet doen. Kijk, rustig blijven staan. Tik. Kijk eens hoe mooi. Ja, ik vind het super. Nee, ik vind het super hoor. Dit is echt, ik zie echt een biljarder hoor. Kijk, leer hem gewoon dun aan te vallen of dik aan te vallen, die bal. En rustig te stoten. Dat moet je leren. Je valt hem aan, je blijft gewoon staan. Blijf staan, hè? Oké. 1, 2, 3 en omhoog. Heel goed. Ja, maar dat geeft niet. Kijk, er ligt weer een mooie bal. Kijk, voel je energie. En staan blijven. En staan blijven. Blijf staan. 1, 2, 3. 1, 2, heel goed. En terug en omhoog. Heel goed. Toch weer mooi. Kijk, dat je je juiste dikte niet hebt, is nog niet erg. Dat komt vanzelf. Nou, hier ligt een leuk balletje. Je kan hem dun spelen ook nog. Speel maar heel dun. En dan kan je hem zachtjes hoger staan. Ja, ik wil even kijken. Nee? Ja, oké, maar ga maar hoog staan. Dat zie je wel. Je moet hier naar kijken, naar die zijkant. Ja, dat doe ik ook. Oké, rustig kijken. Ontspannen handje. Voelen. En tik. 1, 2, 3. Tellen. 1, 2, 3. En omhoog. Kijk, de volgende. Mooi geplaatst. Kijk, nou. In één keer? Ja, dat lijkt me wel. Dikke rood. En rood spelen. Niet aan die gele. Die voel je. Bam. Oké, blijf staan. Heel goed. Blijf staan. Kijk, dat hij het nou doet net aan is niet erg. Even hoger in de bal had hij vol erop gezeten. Nu had je hem net aan raak, weet je. Maar dat geeft niks. Nu heb je weer een bal. Wat ga je doen? Van geel? Ja, maar hoe dan van geel? In één of via proberen, de korte band? Proberen. En waarom niet naar de korte band toe? Kijk, weet je nog dat ik die kegeltjes in neerlegde? Mm-hmm. Toen zei ik van, je moet via de korte band hier komen te liggen. Nou, doe dat nou hetzelfde. Dus je moet via rood hier komen te liggen met wit. Dus niet af geen punten maken, maar je gaat de juiste dikte spelen. Naar de korte band toe. Kijk, staan blijven. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kijk. En je legt bij rood. Kijk, dat is de bedoeling. Ja, dat is jammer, want hij was technisch bijna helemaal perfect op tempo. Dus nu speel je hem weer naar rood toe. Ja. Staan blijven, 1, 2, dit is perfect. Ja, dit is echt mooi. Ja. Ja, gaat echt veel mooier hoor. Kijk, al die basisdingetjes waar ik steeds mee kom, weet je. Maar je ziet gewoon dat je nu veel meer, dus de dikte. Kijk, tiks, 1, 2, 3, staan blijven, hoeft niet raak, zie je. Kijk, als het raak gaat, is het allemaal prima. Weet je, maar het gaat erom dat je klapje, je moet naar je tikje, takje, tokje toe spelen. Dus deze bal ook weer, je gaat gewoon op rood staan, een dikte. Kijk, je hoeft niks te halen, niks te brengen, gewoon, je voelt je hoger staan, dat is een mooi standje, voelen, tik. Kijk goed naar rood, tik, kijk, te dun en te hard, kijk, dit is te dun en te hard. Dit had je mooier kunnen doen, Nico. Kijk, nou had je hem zachter op geel kunnen spelen en een mooie trekzoot gehad van geel. Ho. Zacht naar rood spelen, Nico. Dus dun van... Heel mooi. Hey, zie je nou wat er gebeurt? Kijk, rustig naar geel. Dus dun aanvallen. Tikje.
Keurig. Iets te dik, maar dat geeft niet. 1, 2, 3. Volgende bal. Ging die voor hem? Ja, iets te dik gewoon. Nou, nog een keer. Kijk, je mag hem ook inzetten, maar je kan hem er ook naartoe spelen. Dus tak. Oké, nou zet je hem in. Ja, 1, 2, 3. 2, 3. En dan gaat hij net voorom, zie je? Ja, ja. Want dan had je hem iets sterker moeten inzetten. Maar wel mooi gestoten. Kijk, dan leg weer een mooie bal. Dus hou dit vast, Nico. Hou dit vast, hè. Aanleggen. Tak. 1, 2, 3. Even het hulpmiddeltje, hè. Ja, ja, ja. Dus niet die beweging die je hier maakt, hè. Nee, nee. Nou, mooi rondspelertje. Of trekken, je mag alles doen. Maar dus goed blijven staan. Voelen, voelen. Een beetje tempo. Tak. 1, 2, 3. En dan moet je weg. Nou moet je weg, hè. Dat geeft niet. Kijk, nou heb je hem iets te voorzichtig getakt. Maar hij komt wel mooi, hè? Dan voel je het verschil, hè? Of je nou een ram geeft of je speelt hem, hè? Kijk, het zal in het begin een beetje wennen zijn. Ja, ja. Maar het gaat je wel heel veel meer opleveren, dat weet ik zeker. Want je kent al heel goed biljart, hè? Maar je moet even het gevoel krijgen van hoe kan ik netjes, dus dun de geler of dik de geler. Kijk, staan blijven, 1, 2, 3. Kijk, nu heb je gewoon een dikke geel gespeeld. Maar je bent te hard op rood in principe. Maar hij is goed raak. Ja. Want je stoot recht af en je blijft staan. Maar kijk, daar kun je gewoon mee dealen. Kijk, deze bal ook, hè? Die kan je gewoon zachtjes naar geel spelen van rood. Van rood, ja. Je kan hem ook van geel naar rood spelen. Ja. Maar je kan ook één man, twee man naar geel spelen. Maar probeer hem er naartoe te spelen. Daar ga je echt plezier van hebben. En probeer hem mooi hoger te staan, hoger. En gewoon goed naar de rode kijken, voelen, voelen, tak. Tak. Staan blijven, rustig blijven staan. Een beetje hard naar geel. Kijk, hard naar geel. Ja. Hij is hard naar geel. Kijk, zie je, dat is het verschil. Dat is fout. Nou ja, dat als je dat inprogrammeert, niet. Maar je hebt dit niet ingeprogrammeerd. Nee, nee. Kijk, je hebt dit niet ingeprogrammeerd. Dus ik het zachter doet. Nou ja, in ieder geval, je moet voelen wat je voelt. Dus voelen, voelen, tak. Kijk, is nu, hard, denk ik. Ja, is wel hard, ja. Ja. Maar nu heb je wel de bal. Ja, nu heb je wel de bal. Maar je gaat er recht in en dat is natuurlijk al knap, hè? Kijk, deze bal ook weer rechter ingaan en niet de neiging dat je naar rood toe moet. Rechter in, de dikte. Staan blijven, heel goed. Kijk, dat hij dan net mis is, maakt niet uit. Maar dat snap je nu. Want je geeft of te veel effect, of te weinig effect. Of te dun of te dik. Weet je, er zit gewoon een spelletje in, een logica eigenlijk. Dus 1, 2 blijven staan en voelen, voelen, tak. Staan blijven, heel goed. 1, 2, 3. 3. Nou, een beter kan niet. Afbreken? Kijk, alleen een klosje, maar beter kan niet. Okay. Nee, maar beter kan niet. Oh, ja. Kijk, technisch is hij gewoon. Maar voel je hoe technisch is dat te stoten? Kijk, en dat gaat je dus veel meer punten opleveren. Hè? Nu ook, kijk, je moet het technisch blijven benaderen. Voelen, voelen. Hoger staan, klein stootje, klein keutje, hoger, veel hoger, hoger. Kijk maar, rustig. En een klein tikkie, tik. Geen effect. Hè? Geen effect gaf je. Het is een klein tikkie. Kijk, moet je effect geven? Als je effect geeft, is hij altijd goed. Als je geen effect geeft, kan hij nog mis doordat hij te dun is. Kijk, als je effect geeft, komt hij altijd uit die hoek. Simpel. En dan trek je. Maar het komt gewoon omdat je hem te netjes wil spelen. Ja. Een beetje te zeikerig. Ja, te ja. Ielig. Je gaat te ielig. Maar je moet wel af. Maar kijk, nee, van geel. Van geel. Trek er maar in ene erop. Van geel. Gewoon in ene erop trekken. Maar niet, en gewoon geel weggestoten. Voelen, voelen. Tak. En staan blijven. Kijk, staan blijven. Heel goed. 1, 2, 3. Kijk, en nou speel je geel. Kijk, en helemaal nog niet zo slecht. Kijk, het kan natuurlijk altijd beter. Maar goed, je mag nog een keer. En nu trek je hem bijvoorbeeld over band erop, hè? Ja. Dus het effect. En blijven staan in je lijn. En blijf staan, blijf staan. 1, 2, 3. Kijk eens. Netjes, hoor. Pijn, hè? Ja, netjes. Jammer. Maar hij kan beter, die bal. Hij kan beter, weet ik. Nou, nu liggen de ballen. Kijk, nu moet je gewoon simpel na gaan denken. Wat kan ik het beste doen? Proberen zo. Ja, je kan van rood ook natuurlijk, maar dan legt het. Maar je gaat nu via drieband, heel goed. En staan blijven. Gewoon tak. Staan blijven. Oh, tweeband. Nog mooier. Ook goed. Ik denk je gaat van drieband. Nee, ik denk je gaat van drieband. Ja. Had ook gekund. Maar goed, je bleef staan. En daar gaat het uiteindelijk om.
Kijk, op alle ballen blijven staan. Dat is al je kracht op een gegeven moment. Voelen, voelen, tak. Takje. En blijf staan. 1, 2, 3 en omhoog. Kijk, dit is alweer mooi gespeeld. Het hoeven nog geen punten te worden, Nico. Nico, het hoeven nog geen punten te worden. Eén, twee, drie, tik. 1, 2, 3, en zie je, dan heb je hem al, hè. Kijk, lekker losjes bewegen. Nou, hier weer een mooie bal, zie je. Kijk, gewoon... Maar het is heel wat anders dan dat je het altijd maar mee wil nemen, hè? Zeker. Ja, nu speel je een dikke rood, Nico, hè. Ja, kijk, en nou ben je je telling kwijt, hè. Kijk, nou is het jammer dat je kijkt of je het doet. Want je hebt niet echt gestoten en geteld, hè? Voelen, voelen bedoel je? Ja, een beetje tak en 1, 2, 3 en dan pas de vrijheid zoeken, zeg maar. Eerst afmaken. Je dikte afmaken, je gevoel afmaken, je effect afmaken. Voelen, voelen. Mooi tikje. Tik, niet te lang. Tik. Kijk, 1, 2, 3. En tel en je tellen, tellen. Kijk, 1, 2, 3. Oké, dan kijk ik weer daarin. Ja, dat... Ja, mooi, hè? Ja, maar het is al netjes, hoor. Het is... Maar hij is hard nu, hè? Ja. Kijk, dat is het. En waarom je dit nou hard speelt? Want toen straks dat we met die kegeltjes bezig waren, toen ging je wel zachtjes naar die banden toe. Dus hij mag maar... Kijk, je weet dat hij maar één band mag hebben, twee band mag hebben, drie band. Dus het is een klein tikkie met een beetje rechtseffect. 1, 2, 3. Kijk, hij heeft veel te veel effect al. Tjoh, dat hij niet doet, joh. Maar veel te veel snelheid heeft hij. Ik denk daar met een heel klein beetje tegen. Nee, je moet niks tegen, je moet meegeven. Je moet altijd een beetje... Maar dun, hè? Maar als je rechts geeft, moet je dun geven. En anders moet hij geen effect hebben. Dan moet hij op dikte. Dan ga ik. Hij moet dun, hoor. En een tikje. Geef maar een klein tikje. Tik. Tik. En staan blijven. Kijk, dit is hard zat. Kijk, hard zat. Zie je? Dit is hard zat. Mijn hart zat. Kijk, dat raken is niet het... Deze was echt mooi, hoor. Mm-hmm. Kijk, qua tempo was dat... Kijk, als hij, of hij nou zo ligt of zo, dat scheelt natuurlijk heel veel, hè. Kijk, deze moet gewoon dun, met een beetje mee. Maar hij moet dun. En een tikje. Hoog staan, hoog. Gewoon rustig dun kijken. En met je achterhand tikken, 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 tikken. Kijk, het wordt een tweebander. Hè? Kijk, nu maak je geen driebander, maar een tweebander, zie je? En nog niet raak. Nee, maar dat, je speelt er ook niet op een tweebander of een driebander. Waar speel je nu op? Ja, dat hij daar in de hoek komt. Nou, dus je speelt op een driebander. Dan moet hij natuurlijk niet over tweebander erop gaan, maar dan ben je helemaal niet blij. Toch? Nou, als je gedaan hebt wel. Nee, maar dat is niet goed. Maar dat is niet kijk, goed. Als je een tweebanden, dan moet hij gewoon dikker met effect. Maar als je een driebanden speelt, moet hij dunner. Hoger, hoger. En je onderarm draagt die tas. Heb jij ook zo die tas in je hand, Nico? Nico, kijk, een tas heb je toch ook je pols recht? Ja. Kijk, en zo moet je ook die keu dragen. Je pols recht. Zo, ja, gewoon een tas in je hand. Je moet gewoon met een... Ja, kijk, met een tas moet je gaan spelen. Kijk, dit is stoten. Kijk, als jij een tas... Als jij, dat is nog wel een goede tip, hoor. Als jij gewoon je keu als een tas draagt, hè. Dus je hebt een tas in je hand, zo. Kijk, een tas. Hier hangt een tas aan. Kijk, ik ga dat gewoon laten zien. Kijk. Kijk voor je rug. Kijk, met een tas. Kijk, dit is het. Kijk. Kijk, voelen, voelen, tok. Nou ja, ik moet even... In die tas zit een hoop gewicht in natuurlijk. Ja. Maar het gaat om dat gewicht, dat hangt nu naar beneden. Mijn arm, hè? Kijk, ik til nu mijn arm. Mijn pols helemaal los, maar ik heb het wel vast. Dus voelen, voelen. Tok, kijk. Kijk, en mijn tas die blijft hangen. Kijk, kijk eens. Kijk eens. Ja. Moet je doen? Oh, dat is echt gaaf dit. Dat is echt leuk, kijk. Gewoon blijven staan zo met die tas zo. Kijk. Kijk, die keu die draag ik nou als een tas. Voelen, voelen. En dan wil ik stoten met die tas. Het gewicht van die tas, kijk, dat schommelt. En dan zeg ik... Kijk, dat schommeltje van die... Ik voel het schommeltje van... Moet je kijken, hoe je gaat stoten. Oh, dat is echt mooi, hè? Moet je eens doen, hè? Met dat schommeltje van die tas, hè? Oh, dat is echt leuk, Nico. Dus je moet gewoon je schommeltje voelen van je tas. Om iets meer op biljart. Dan kun je even meer de tas. Zo. Kun je even meer die tas naar voren schooien. Rustig. En je moet net doen als op het moment dat die keu. Zie je, dan schommelt hij al. Ja. En als je op een gegeven moment naar voren schommelt, dan tik je hem. Kijk, zo ja. Voel je dit tikje? Moet je kijken. Zelf zeker. Ja, maar hij is mooi. Hij is mooi, man. Hij is mooi.
Maar voel je dat, ja. Nico? Kijk, je moet die tas rechtlijnig voelen. Ja, heel goed. Je voelt hem, hè? En dan, top, kijk. Ja, hou vast. Kijk eens. Ho, 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 mooi, man. Super. Bijna. Nog een keer, van geel. Bijna mooi. Ja, maar het gaat even omdat je het voelt, hè? Moet je zo meteen, moet je dus... In één keer erop. En probeer niet te knijpen in je hand, hè? Maar gewoon, ja, gewoon 2-3 banden gewoon weg. Het gaat maar om de slag die je maakt. Ja, kijk, dan kan je stoten. Voel je het? Nico, dit is het, hè? Kijk. Voelen. Voelen. Tak. Ja, dus tak. Het gewicht erin ben ik. Dus tak. Heel leuk dit, Nico, hè? Kijk. Dus als je ballen hebt, hè? Kijk. Dus die tas, kijk, die tas die hangt hier al zo. Die tas, kijk. Die tas, die schommelt die tas. Dus je voelt net het gewicht en dan schommel, wachten. Tak. En rustig blijven staan, zie je? Kijk, ook al gaat het mis. Kijk. Voelen. Kijk, die tas hangt, die tas. Kijk, je gaat eerst met die tas staan en dan gaat die tas gaat heen en weer. Je voelt en je tapt. En je gooit die tas erin. Kijk, die tas die gaat recht naar voren en je blijft rustig staan. Ja, ik ben nog blij dat ik niet meer dit gekke ding... Nee, maar dat komt door die tas. Oké, je moet net doen of je die tas in je hand hebt, Nico. Die moet gewoon hangen en dan voelen, tak. Kijk, zie je, dan ga je al zachter stoten, zachter anders denken. Kijk, die kan je weer optrekken van rood. En dan gooi je die tas er even harder in, hè. Kijk, voelen, tak. En die tas doet het werk, hè. Kijk, hey. Voel je die tas gaan? Kijk, en die tas, hè, die blijf je... Nico, die tas, hè, kijk, die arm, die blijf je naar voren slaan. En niemand weet dat je aan een tas denkt als je beurt. Nee, dat is de... Ik denk aan wat anders meestal. Ja. Achter de rood om. Ja. Nou, en voel die tas ook nu daar, hè. Kijk, je keu, dat is eigenlijk die tas. Dus draag dat tasje. Al die bewegingen maak je met die tas. En die moet je ook recht... Kijk, die tas moet je recht houden, hè, Nico. Kijk, dan kom je er slecht bij. Maar kijk, als je die tas beweegt, die moet je voelen... Voelen en dan moet je niks... Kijk, een kopje koffie weet je wel. Als je dat schommel, kijk, dan moet je het er niet uit dat te... Dus je moet het er niet uit dat te... Als je stoot, dan blijft de koffie erin zitten. Dus tok. Voelen, tok. Alles blijft erin zitten. Geen kopjes van de tafel. Dus voelen, tok. Alles blijft erin zitten, Nico. Alles blijft erin zitten. Kijk, en dan word je steeds zuiverder, hè. Ja, dat gaat goed, hoor. Zo. Ik vind het knap. Ja, nou is het ook, Ries, hoor. Ja, het is ook met de hoogte, de middelen. Ja, maar je wil... Kijk, Nico kan heel goed punten maken. Maar kijk, dat schommelen wat hij nu doet, daar heb je veel meer aan als die punt maken, bij wijze van spreken. Zitten gaan. Nee, kijk, Nico, je gaat er snel voor over. Nico, je moet zo op die lijn gaan zitten. En dan pas voor over. Eerst op de dikte gaan zitten die je wil spelen. Kijk, en dan ga je mooi voorover staan. En dan zie je, zo sta je veel mooier, hè? En dan tak je me gewoon in. Staan blijven. Kijk eens. Prachtige bal. Super. Ja.